Dames en heren, welke 16-jarige weet hoe je van melk yoghurt maakt, hoe je een klimop kweekt of hoe je kunt testen of een duif gezond is? Juist, de leerlingen van agrarische opleidingscentra. Op deze VMBO en MBO-opleidingen leren jongeren met hun hoofd in het klaslokaal en met hun handen in kassen, tuinen en stallen. Beroepen als tuinder en hovenier, akkerbouwer en veehouder zijn eeuwenoude ambachten met toekomstperspectief. Er blijft vraag naar groene kennis en kunde in onze economie en maatschappij. Maar de eisen veranderen. Kennis van bijvoorbeeld ICT en techniek wordt steeds belangrijker. Ik kan vandaag helaas niet aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan over de toekomst van het groen onderwijs. Daarom deel ik op deze manier een paar dingen met u. Groen zit Nederlanders in de genen. We zijn de tweede exporteur van agrarische producten. Tuinders over de hele wereld kweken met Nederlands zaad, in Nederlandse kassen en gebruiken daarvoor Nederlandse kennis. Ons groente en fruit ligt in 3 op de 4 landen in het schap van de supermarkt. En ook onze bloemen, paarden en pootaardappelen zijn wereldberoemd. Groene ondernemers zorgen voor flink wat exportinkomsten voor Nederland. Het is aan deze nieuwe generatie om deze positie te bestendigen en de uitdagingen van morgen aan te gaan. Met de huidige beschikbare landbouwgrond en de huidige productiviteit hebben we in 2050 naar schatting 4 wereldbollen nodig om iedereen van voldoende eten te voorzien. Als koploper heeft Nederland de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem. Bovendien is het een kans om onze kennis te exporteren. Maar dat lukt alleen als we voldoende goed opgeleide boeren, tuinders en voedingsdeskundigen hebben. Jonge talenten zijn essentieel voor het voortbestaan van boeren- en tuinbouwbedrijven. Want de sector vergrijst. Maar ook in aanverwante sectoren is er meer vraag naar groene kennis. Groen is hotter dan ooit. De voedingsmiddelenindustrie heeft bijvoorbeeld te maken met kritische consumenten. Zij stellen terecht hogere eisen aan de kwaliteit van en wijze waarop hun eten is geproduceerd. Opleidingen kunnen op deze trends inspelen met een actueel en innovatief onderwijsaanbod waarin ook kennis uit andere sectoren is geïntegreerd. Zo ontstaat maatschappelijke meerwaarde. Denk aan hoveniers die stadstuinen aanleggen op daken en daarmee ook zorgen voor isolatie van huizen. Of aan boeren die mest gebruiken als bron voor energie. Dames en heren. De kracht van het groene onderwijs zit al ruim een eeuw in de samenwerking met overheid en bedrijfsleven. Die gouden combinatie maakte de sector vernieuwend en internationaal bepalend. AOC's werken 25 jaar succesvol samen met de groene sector. Nu zoekt u bovendien steeds vaker bedrijven op die actief zijn in andere sectoren. Een goede zaak. Zo blijft u ook in de toekomst van grote waarde voor economie en maatschappij. Ik draag daar uiteraard graag aan bij voor een nieuwe generatie in de groene sector.